vrienden, Paramaribo groet u met een dikke vette smile. Ha! <laughs> en een uh, intense barassa al mijn vrienden en subscribers all over the world. Hier en daar blijft het allemaal een, 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 een gekke huis, een bakbouwwinkel, een rotzooi, nog immer, nog steeds. Mikado, met massa, met tata. Kijk, 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 kijk. Um, een weekje geleden is er aangekondigd dat de uh, autotoelage van de gezaghebbers uh, verhoogd zou worden. En met hoeveel? 500%. Beste vrienden, ik ga de bedragen niet noemen. Want inmiddels is het aangehouden, wat wil zeggen dat het zal worden ingetrokken. Waar ik het wel met u over wil hebben, is het feit dat dit natuurlijk in schril contrast staat met de bezuinigingen die van de samenleving gevraagd worden en het feit dat Santokki, onze president, gezegd heeft dat we in een precaire situatie zitten en dat het land geen, geen, geen geld heeft. En, en ondanks dat wordt er een verhoging geïntroduceerd van niet minder dan 500% voor de gezagsdragers, dat we zeggen, beste vrienden. Dit is um, immoreel. Het, is, uh, het kan absoluut niet. En uh, het is ook onbeschoft naar de samenleving toe. Ik begrijp nu natuurlijk dat onder druk van uh, uh, de DNA. Ja, zeker en, en Patricia uit maar ook, ook, ook uh, de samenleving zelf, uh, met name TH190, die keihard gesteld heeft van luister dat dit ding moet, moet van de tafel. Gelukkig heeft president Santoki geluisterd, naar ons allemaal, en de zaak is aangehouden, maar dat is al niet te min, moet ik stellen, dat het een zeer gewaagde stap was om die, in, om, om, om die verhoging te introduceren. En aan meneer Bronto zo meneer, meneer Bronto de wil ik zeggen, minister van Binnenlandse Zaken: je schaamt je niet, no? Je schaamt je niet om deze rommel aan ons te presenteren tegelijkertijd. Is de benzine sky, hard, sky high omhoog gegaan en je zegt met een gewoon koud gezicht: Wa? die verhoging wil je nog verdedigen ook? Hier yeah, en no, Brontosaurus, man, er is een Want als je zij doet, no boom. Ik kan niet schelden, ik kan ook niet boos worden. Ik vind jullie alleen zielig. En laat het volk niet boos worden, boy. Doe gewoon je werk. Het is al verschrikkelijk dat de mensen in deze fase van hun leven... ook nog weer alweer de buikriem moeten aantrekken. Maar eerlijk nog. bij voorheer, man... Before real. En uh, president Santokki, als u wil dat we in u blijven geloven, moet u voor ons vechten. U moet voor de samenleving opkomen. U moet voor de samenleving vechten. Dat is wat we vragen. Dat is ook wat u beloofde. We gaan verder in een andere video met een hele lelijke situatie. Een situatie die is achtergelaten zojuist door de vorige regering. We kunnen daarvan niks goeds verwachten. Dus maak uw borst maar vast nat. Paramaribo groet u. Ik zie u weer.